Hoi, ik ben Boy, de experimenteerexpert van Quest Junior. En nu zag ik laatst op YouTube iets heel vets. Ik zag dat ze daar bezig waren om van aluminiumfolie enorme aluminiumballen te maken. Nou, dat leek mij super cool, dus ik ga dat gewoon doen vandaag. Het enige wat je nodig hebt is een rol aluminium, een hamer en wat schuurpapier. Van grof tot zo fijn als je kan krijgen. Oké, jongens, daar gaan we. Ik begin met deze rol. Die ga ik gewoon langzaam uitrollen. En dan ga ik hier een bal maken en die ga ik even goed aandrukken. Dit heb ik niet meer nodig. Zo, het begin is eigenlijk best wel makkelijk. Er kan nog niet veel misgaan. Zo, oké, zorg dat hij een beetje rond blijft. En druk hem af en toe tussendoor alvast een beetje goed aan. Oké, jongens, dat gaat nog wel even duren. Dus fast forward. Oké, jongens, ik vind het wel mooi geweest. Ik gebruik net niet de hele rol. Wat ik wel even ga doen, is ik ga hem schuin afscheuren. Schuin randje eraan. En nu dit stukje even mooi oprollen. Dit is alleen nog lang niet klein genoeg. Nu gaan we deze dikke jongen gebruiken. Om die bal helemaal klein te rammen. Ja? Dus dit is het leukste onderdeel. Ik ga eerst alvast, net als met een gehaktbal, even kijken of ik hem nog iets ronder kan krijgen. Check hoe groot hij is. Ik heb hem nu echt al best wel hard aangedrukt. Ik krijg hem niet kleiner. Moet jij eens opletten wat hier gaat gebeuren. Oké, jongens, doe dit niet 's ochtends vroeg, want het is niet zo leuk voor de buren. En dit duurt wel even, dus... Oké, jongens, nou, ik denk dat het zo wel goed is. Ik ga wel nog een klein beetje iets zachter slaan om hem even mooi rond te maken. Want ik heb nu gewoon vooral heel hard gerost. Maar hij moet wel zo rond mogelijk zijn. Dus ik ga een beetje bijtikken, zullen we zeggen. Ik doe trouwens gewoon even de helft van deze bal. Want die hele bal gaat me even te lang duren, jongens. Poeh, ik sta al een half uur te timmeren hier, joh. Het is trouwens best een zwaar balletje geworden, jongens. Het is natuurlijk super compacte aluminiumfolie. Het is bijna die hele rol in een klein balletje. Oké, jongens. Dit was fase 2. Fase 1 was rollen, fase 2 was timmeren. En we gaan nu over naar fase 3, schuren. Daarvoor begin je met zo grof mogelijk schuurpapier. Schuren kan je natuurlijk met de hand doen, of je neemt gewoon een schuurmachine. Dat ga ik dus doen. In ieder geval voor het begin. Daar gaan we. Oké, je pa of ma kan hier natuurlijk even bij helpen, want ook zo'n schuurapparaat kan weer pijn doen aan je handen. En je ziet, overal komt ook wel een soort van aluminiumpoeder terecht. Je neemt eerst het grofste schuurpapier en dan ga je steeds fijner schuurpapier gebruiken, zodat die helemaal mooi en shiny wordt. Oké, dit was het grofste schuurpapier. Dat noemen ze korrel 40. En ik ga nu naar korrel 80. Dat is iets fijner. En die ga ik dus ook even met de hand doen. 100. ...120. 240. 240. Nou, ik ben gewoon hard aan het werk hier, hè? Oké. 600. Oeh. 1500. Serieus, hè? Dit is zo'n fijne korrel, dat dit volgens mij meer effect heeft als ik hem even langs mijn wang haal. Gewoon serieus, hè? Die stoppels die schuren beter. Oké, jongens. Oeh. Nou, je doet er wel echt uren over, maar ik kan mezelf erin zien. Vette shit, toch? Oké, jongens. Dit was dus eerst een rol aluminium, samengeknald tot een bal aluminium, naar een soort spiegelbal. Echt super vet. Je bent er wel even mee bezig, maar het resultaat is wel cool. En het lijpe is, ik heb maar één kant opgepoetst. Dit is hoe die er eerst uitzag voordat we gingen schuren. En als je dan gaat schuren, bam, shiny bal. Wow, als jij hem nou nog shinier kan krijgen, laat het me dan even weten. Knal hem even op Insta en tag me dan even. Vond jij dit nou ook een cool proefje? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren.
En dan shine ik volgende week weer in een volgende video. Later!